mensen, welkom bij een nieuwe review hier op de Patrick H. Vandaag zijn we in Bergen op Zoom. Dit jaar hebben ze hier in Bergen op Zoom een hele mooie kermis staan. En ik laat je zien wat er allemaal staat natuurlijk. Maar we hebben er net al heel even overheen gelopen. En net als altijd, het is weer niet druk mensen. Dus ik hoop je alles te kunnen laten zien draaiend. Maar blijf kijken mensen, we gaan starten. Let's go. Ja, en we beginnen gelijk met de megapoliep van Schimmelpanic. Mensen, die hier net even vol gas gaat. En dan gaat hij ook lekker vol gas, kan ik je vertellen. Want ik vind het een hele goede poliep, deze poliep van Schimmelpanic. Gebouwd bij Bakker, mensen. Ja, ja, de warme bakker. Oh nee, niet de warme bakker. Hier mensen, een circus voor grote kleine jongen houdt, hier moet je bij zijn, doei! En die gaan we misschien zo meteen eventjes doen mensen, in de... Dat heb je het hè? Speciaal verstand! Nou mensen, je hebt net een stukje gezien van Fun Circus. Boven niet moeilijk, beneden zeker voor mij heel moeilijk mensen. Maar leuk ding om te doen mensen, als je hem tegenkomt, zeker de moeite waard. En daar mensen, de Gravitron weer eens een keertje van Van der Laan. Heel vaak in Frankrijk te vinden. Maar nu staat hij weer in Nederland, hier in Bergen op Zoom. En misschien dat ik hem later even ga doen mensen, maar dan in de vlog. Dus hou dit kanaal in de gaten mensen. En dan hier de teacups, lekker thee. Oh, tijd voor thee. Nou, dan hebben we daar het grasveld gehad mensen. En dan gaan we zo via deze kant gaan we door naar het volgende deel van de kermis. Ja mensen, dit was natuurlijk te verwachten. Frank Falen met de decadens hier in Bergen op Zoom, want Falen doet ook zelf de kermis organiseren hier. Nu staat hij dus met de decadens hier, heeft Brielen ingeruild voor Bergen op Zoom. Brielen waar wij overigens later nog naartoe gaan en waar we dus gaan kijken welke breakdance er dan staat. Kijk ook Dierenvuur natuurlijk op de kanaal. Ja, ik kom al wat jaren in Bergen op Zoom en al jaren zitten ze te zeuren in Bergen op Zoom. Wij willen een breakdance hebben, als je dan op de kermis loopt, gewoon dat mensen tegen elkaar zeggen. Waarom is er geen breakdance? Nu staat er een keer een breakdance en mensen, hij zit niet vol. Hoe kan dat dan? Als ze graag een breakdance willen hebben en hij zit niet vol. Maar goed, misschien later op deze kermis meer geluk voor de exportant. De decadence die er steeds mooier uit begint te zien. Ook daar op de diamant heeft hij nu ook verlichting mensen en ook LED verlichting. Ziet er netjes uit, valt overdag niet zo op, maar ik denk s'avonds wel echt heel mooi. Deze decadence wordt alleen maar mooier en mooier en mooier mensen. Mooie oude scooter dit mensen, de Drift Zone, helemaal mooi in de LED verlichting. Ja, alleen hij is net klaar met ja, rijden zeg maar. Maar echt een prachtig ding, staat hier nu voor het tweede jaar en ik vind het echt een van de mooiere scooters in Nederland mensen. Ja, dit verwacht je niet zomaar in Bergen op Zoom mensen. Toen ik de lijst zag, dacht ik, wat moet deze in Bergen op Zoom? De zoutmachine van Hoeknagels mensen, gebouwd door Van de Beek. Die heeft ook de eerste jaren mee gereisd. Was dus eigen bouw, Hoeknagels heeft toen overgenomen. En die wilde nu mee in Bergen op Zoom staan. Hij heeft het niet zo heel druk. Maar wel echt een topzak mensen, hier moeten we zuinig op zijn. Dit is echt een topzak voor de Nederlandse kermis. Misschien zo meteen nog even doen mensen, deze topzaak. Okay.
Ja, de beste soort mensen, de beste WIP van Nederland. Dit is de Strides van Burger, wat een topzaak. En gelukkig staat hij dit jaar ook weer bij mijn thuiskermis, mensen. Oh, waar ben ik daar blij mee, wat een topzaak. En hij krijgt hem weer best wel vol. En het komt echt puur door zijn show die hij geeft. Wat een topshows, altijd hier topshows bij de Strides, mensen. Topzaak. En mensen hier, de disco train. Lekker disco in de trein. Oh, lekker hè. Train en het is ook een bed natuurlijk, maar dit is disco train. Van Korte. Normaal gesproken komt er altijd, als het er bestaat, komt er altijd de swingbop. Maar nieuwe organisatie is ook een nieuwe stage nodig. En als u deze bedoelen, de disco train. Van Korte, mensen. Hij gaat wel hard. Hij maakt heel veel herrie, maar het is ook wel een oud beestje om mensen. Ik hou wel van de leuke dingen, deze bedoelen. In België heel populair, in Nederland hebben we er eigenlijk niet zo heel veel, maar drie. En dat is deze, de Disco 2. Vulcano Power hebben we dan nog en natuurlijk de Paradies Express, mensen. Dat zijn de enige bedoelers die we in Nederland hebben. En hier hebben we de hangover mensen van Dauphin, gebouwd bij Funlight. En is het type extreme, geen freak-out mensen. Dan mag je niet mee verwarren, want deze gaat een stukje minder hoog en een stukje minder hard. Maar ja, voor de gewone kermisbezoeker is hier niks mis mee. En alles zit geladen op één transport, mensen. Dat is interessant, dat dus krijg je natuurlijk alleen maar hier op de PTK. En we gaan naar de hoogte. Dan gaat hij, pakt hij paard in de top en dan zakt hij weer af en dat was de rit. Stelt in feite niet zo heel veel voor. En daarom sla ik hem vandaag ook over, want later vandaag komen we een veel betere schommel tegen, mensen. Mensen, dat was de kermis in Bern op Zoom. Zoals ik zei, een hele nette editie dit jaar. Gewoon, ja, Soundmachine topattractie. Eindelijk weer een breakdance terug, decadence. Dus ja, dat is gewoon echt een goede kermis. Alleen, ik vind hier altijd hier dat het te rustig is. Ik vind altijd dat er te weinig publiek hier is. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. En misschien dat het voor een exploitant wel goed is om hier te staan. Maar ja, zo'n Soundmachine komt natuurlijk ook niet voor niks hier naartoe. Die moet er toch brood in zien. Eindcijfer van deze kermis. Ik geef deze kermis een 8,5. Omdat die gewoon echt goed is. Zo goed is die hier nog nooit geweest. Zodat ik weet. Dus ja, 8,5 is wel verdiend. Beste show, er waren drie attracties die wel een goede show gaven. Decadence van Valen natuurlijk gaf een goede show weg. Streetdance Burger uiteraard gaf een goede show weg. En ook Soundmachine. Maar ik denk dat ik deze keer voor de Soundmachine ga. Omdat ik echt, ja, hij deed echt zijn best. Hij deed er echt moeite voor. Dus ja, daarom verdiend. Kijk voor meer op de kanaal, mensen. Er komen nog meer reviews aan, ook dit weekend. Dus blijf zeker op de kanaal kijken. En voor veel meer ook. Ook de vlog vanuit hier. Ook zeker de moeite waard om te kijken. Doei mensen, tot de volgende review.